De CITO-toets verpesten. Het is de eerste dag van school en de kinderen van groep 8 zien elkaar weer na een lange tijd. Hey Johan, wat is die van je? Kinderklas neemt meester het jou al een beetje door met de kinderen. Hallo klas, leuk dat jullie er allemaal zijn na de zomervakantie. Hebben jullie allemaal een beetje een leuke zomervakantie gehad? Ja! Het wordt dit jaar natuurlijk weer een bijzonder jaar. We gaan dit jaar natuurlijk weer veel leren. Maar we gaan dit jaar ook leuke dingen doen, zoals schoolkamp. Yay! En dit jaar is er natuurlijk ook de CITO-toets voor groep 8. Oh ja, de CITO-toets is er ook nog. En na de CITO-toets doen we natuurlijk ook nog een eindpresentatie. En dan zien jullie elkaar nooit meer terug. Maar meester, we kunnen toch ook via huis en zo in contact met elkaar blijven? Jeetje van, ook dat gebeurt in het begin misschien een paar keer. Maar daarna gebeurt dat niet meer hoor. Het afscheid nemen van school was natuurlijk het gesprek van de pauze. Ja, wacht, echt niet uit elkaar met groep 7 hoor. Ja, echt nee, jammer dat we hier. Echt jammer dat we die strakke kinderen van groep 7 moeten missen. Ja, hè? Ja. We zijn echt ver. Echt heel jammer. Kijk nou wat ze nou aan het doen zijn. Volgens mij zijn ze bloemen aan het plukken. En ze zijn echt zo lief. Kijk, die wil ik er aan groep 8 geven. Ja! Ja, die kunnen we aan groep 8 geven! Wauw, kijk, dit is een mooie. Als we nou de CITO zo slecht maken dat we gewoon moeten blijven zitten, zijn we nog een jaar met groep 7. Ja! Ja, ik vind het ook wel een goed idee, maar dan moeten we wel opzweren dat we het ook echt gaan doen. Zo zweerde groep 8 dat zij de CITO-toets zouden gaan verknallen. Een half jaar ging voorbij en het was de avond voor de CITO-toets. Groep 8 had zich ingesloten in de school. Hé jongens, wat gaan we nou doen? We moeten 12 uur opblijven. Dat kan niet als we zo stil zitten. Koffie drinken. Nee, dat helpt denk ik ook niet. Hé jongens, we kunnen wel liedjes zingen. Dan kunnen we wel wakker blijven. Ja! Yeah. Yeah. Dat gaan we doen. Ben je een vlek? Ja, doe maar. Ja, die is leuk. Hello, I will be stronger. I'm only human, just like a baby bear. Het begon nu wel erg laat te worden en ze vroegen zich af of ze net wel gingen redden. Oh, ik kan echt niet. Oh, ik val bijna in slaap. Oh, ik kan echt niet meer. Oh, echt niet. Heeft niemand hier een drankje zodat wat ik kan drinken zodat ik wakker blijf? Mensen, kijk, ik heb stiekem Red Bull in een fles gedaan. Eigenlijk mogen we het niet drinken, maar oh, ik heb niet voor hulp gevallen. Dank je. Ik heb geen seconde geslapen door die Red Bull. Nee, ik ook niet. Hey, jongens, wel allemaal verpest, hè? We doen het voor groep 7. Ja, maar soms is groep 7 wel wat kinderachtig. Ja, maar we hebben het gezworen, hè? Zo, wat zien jullie er slecht uit, jongens, allemaal. Hebben jullie niet geslapen of zo? Terwijl de kinderen tegen de slaap aan het vechten waren, deelde de meester de CITO-toetsen uit. Deze werd natuurlijk heel slecht gemaakt en het plan was geslaagd. Maar in de pauze begon de twijfel een beetje toe te slaan. De kinderen van groep 7 waren het laatste half jaar toch wel veranderd. Ik weet het niet hoor met groep 7. Ze zijn veel kinderachtig geworden of wij zijn gewoon groter geworden. Doe jullie mee met Dikkertje? Nee, we gaan naar de gaard. Daar werken leuke meisjes bij de Albert Heijn. Meisjes zijn zo. Zo, we hebben echt een grote fout gemaakt. Als het goed is, heeft de meester de CITO-toets nog niet nagekeken. Dus als we nu snel zijn, dan kunnen we misschien nog voor zijn. Ja.
Rico! Groep 8 besloot snel de CITO-toetsen aan te passen in de hoop toch nog een kans te maken. Een paar weken later was de uitslag. Ja, de uitslag is bekend. Iedereen heeft de CITO-toets heel goed gemaakt, dus iedereen is naar het voortgezet onderwijs. Yeah! En zo verliet groep 8 toch nog de lagere school. En namen zij de mooie herinneringen mee naar het voortgezet onderwijs. Yeah!